De organisatie van Amerikaanse staten en de Braziliaanse ambassade organiseren morgen een internationale educatiebeurs. Het doel van deze beurs is een platform te creëren voor ambassades en internationale organisaties die beurzen aanbieden aan Surinamers. Het is namelijk gebleken dat Surinaamse studenten weinig informatie hebben over studiebeurzen in het buitenland. Om de studenten bekend te maken met de mogelijkheden is 3 jaar terug deze educatiebeurs geïntroduceerd. In een persconferentie vandaag riepen zowel OAS-vertegenwoordiger in Suriname Nancy Robinson als de Braziliaanse ambassadeur in Suriname Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto Surinaamse studenten op zoveel mogelijk gebruik te maken van de kansen die andere landen aanbieden. Robinson onderstreept dat de internationale opleidingen Surinamers competenter maken in het beroepsleven. Ze zegt verder dat studenten vooral vragen stellen over de aanvraag van visa. Ook blijken vrouwen meer interesse te hebben voor de beurzen, zegt de ambassadeur van Brazilië. A second thing they ask about is whether the national university will be accredited, whether they'll accept the accreditation abroad, because that seems to be a concern. And I keep saying to them, it's the National University of Suriname. It will be accepted. In other words, that's a concern for them. They speak about, will my university be, you know, accepted for the scholarship abroad? And I assure them, it's the National University of Suriname. It has to be. In other words, of course, there's national universities in every country of Latin America. They ask about finances. They're very concerned about finances and the possibility of working. It does each country allow them to work? And that's what we can't answer because it depends on the country. So each person that's interested, say, in Indonesia would have to go and find out that information from the Indonesian embassy. Regarding gender equality, students that I met, the few students, unfortunately, only a few students who went to Brazil were women. I mean, women. Students who came, but one man. Again, I think in this case, we should encourage men to go to universities. And even in Brazil, there are more women at universities than men. There are more girls than boys. So you are in the near future, you'll have many more professionals from women professionals than men professionals. De Surinaamse overheid biedt ook de nodige ondersteuning in het heel proces van studiebeurzen. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur begeleiden de studenten tijdens de hele studieperiode in het buitenland. Michiel Ravenberg, waarnemend directeur Geopolitieke Aangelegenheden en Internationale Ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zegt dat de OAS het beste beurzenprogramma heeft. Wij zijn er ons er goed van bewust dat onderwijs, opleiding en capaciteitsversterking leidt tot wat je noemt opwaartse maatschappelijke mobiliteit en het individu de ruimte geeft om te groeien en een betere positie in te nemen. Een andere reden om dit initiatief te ondersteunen is het feit dat Suriname volwaardig lid is van de OAS, de Organisatie van de Amerikaanse Staten. En een van de belangrijkste pijlers van het OAS-beleid is duurzame ontwikkeling, waaronder onderwijs valt. En de OAS heeft een van de beste beursprogramma's in de wereld met een consortium van meer dan 100 universiteiten mondiaal. Aldus Michiel Ravenberg, waarnemend directeur Geopolitieke Aangelegenheden en Internationale Ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag tijdens een persconferentie over de internationale educatiebeurs. De beurs wordt morgen geopend in het gebouw van de Kamer van Koophandel.